Goed. Dan kunnen we nu echt beginnen. En ik ben niet gay. Zeg ik maar even, denken mensen vaak, dat vind ik prima, moet je vooral blijven denken. Maar ik vind, want anders ga ik het ontkennen, dan wordt het weer zo'n ding. Maar ik vind het niet leuk als mensen dat baseren op vooroordelen. Want mensen denken van, oh, hij draagt een pak, dus hij zal wel homo, hij heeft weinig haar, dus hij zal wel... En ja, ik ben dun, dus ik zal wel... En ik kom uit Amsterdam, dus ik zal wel... dit helpt ook niet, dat weet ik. Daar kan ik niks aan doen. Dat komt, ik heb namelijk hele elegante handen. En dan krijg je dat. En dat weet ik. Kijk trouwens maar. Hele elegante handen. Kijk maar. Elegant, hè? Ja. Kijk maar. Dat is echt waar. Bijzonder elegant, hè? Dat is echt waar. Ik weet dat, want ik ben handenmodel geweest. Als studentenbaantje voor de HEMA. Die hadden polshorloges en ik was hun handenmodel. En ik vroeg aan de fotografen van... hoe weet je dat ik elegante handen heb als handenmodel? En zij zei, nou, jij hebt, en dan had ze het over mij... relatief lange handen met een relatief dunne pols. Dus als je relatief grote handen hebt met een relatief dunne pols... dan zijn je handen elegant, maar ook topzwaar. Dus dan krijg je veel van dit. Maar dat betekent dus niet dat met mijn geaardheid te maken heeft. Maar dat is mijn... Ik ben bijvoorbeeld ook heel kouwelijk aangelegd. Dus ik drink mijn mok thee, hou ik dan met twee handen beet. En dat vind ik lekker zo. En dan denken mensen, nou, hij zal wel homo zijn... want hij houdt zijn mok thee met twee handen beet. Maar dat is niet zo. En dan zit ik ook met heel erg gekruiste benen, zo heel erg. En dan soms maak ik ook wel eens geluiden van... Alleen als iemand echt heel vervelend is, heeft niks met mijn geaardheid te maken. Het is gewoon als iemand vervelend is, dan doe ik dat. En ja, ik hou van disco. Maar dat zegt niks. Ik hou ook van musical. Dus, weet je wel. Dus, en ja, ik stem D66. En ja, ik hou van beeldende kunst. En ja, ik neuk met mannen. En ja, ik kan goed koken. Maar dat zijn allemaal vooroordelen. Dat is op zich... Ik hou ook van hele mannelijke dingen, bijvoorbeeld. Noem ze een mannelijke activiteit? Voetbal. Ik hou ook van voetbal bijvoorbeeld. Dat vind ik ook leuk. Wat is er nou mannelijker dan lekker met je maten hollen door het park in de modder en in de regen? En dat je t-shirt zo nat wordt en dat al die t-shirts dan zo aan die torso's gaan plakken en... Dat het zo strak gaat zitten, dat iemand scoort en dat je elkaar allemaal omhelst. En als je elkaar met natte kleren omhelst, dan ontstaat er zo'n warm plekje hier, ken je dat? Heel intiem. En daarna gaan we samen afdouchen, elkaar een beetje inzepen. En met die handdoekjes zo die keiharde billen zo afrossen. Niet zo'n heel goed voorbeeld. Noem eens een hele mannelijke activiteit. Houthakken. Houthakken. Wat is er nou mannelijker dan samen met je maten het bos in te trekken... Er zijn ook speciale stroken voor. En dan met ontbloot bovenlijf en grote baarden. Noem eens een hele mannelijke activiteit. Vissen. Maar autorijden. Ook allebei goed. Autorijden, dat is de meest hetero activiteit. Als ze die kleine witte handschoentjes aantrekken. En dan zo'n leren pakje. Dan helemaal zo heel diep in zo'n sportwagentje wurmen. Ik kies voor vissen. Dat is echt hetero. Dat is samen met een groep mannen. Weer een groep mannen, nooit een vrouw erbij. Gezellig op een rij gaan zitten en dan af en toe dingen zeggen als... een hele, hele grote beet. Mag ik even aan je tuigje zitten zo? Met je rubberen handschoenen en je... Weet je, dit is een beetje een ingewikkeld ding. Dus wat is... Vroeger was het duidelijk wat gay was en wat dan hetero was. Maar dat wordt steeds vaag. Voor de duidelijkheid trouwens, ik ben wel homofiel. Maar dat wordt steeds... Nee, ik ben alleen niet homoseksueel. Maar ik hou wel weer meer van mannen dan van vrouwen. Maar dat geldt voor alle mannen. Tenminste, als je als man de uitnodiging krijgt van... We gaan vanavond uit en we gaan lekker zuipen en lol maken. Maar er gaat aan het eind van de avond niet geneukt worden. Met wie ga je dan liever uit? Met een vent of met een wijf? Dus, ja, ik hoor dat niet. Het is gewoon een feit. En ik ga vanavond proberen voor jullie, voor het eerst in mijn leven... een avond te doen zonder poepen, piezen, pikken, kutten... grotchampignons, vaginale schimmels, anale fratsen met knaagdieren in condooms en dat soort dingen. Gewoon geen poepseksverhalen, geen